Goedemorgen, het is vroeg, bijna 4:15. Het is vooral koud en ik ben onderweg naar Schiphol. Een bestemming Athene, Griekenland voor het trainingskamp van SEG Racing Academy. Maar waarom ben ik hier precies? Om een ploeg tijdens het seizoen goed te kunnen volgen, moet je team een beetje kennen. En de wedstrijduitslagen die we allemaal kunnen opzoeken, die vertellen eigenlijk nooit het volledige verhaal. En op zo'n trainingskamp ben je als journalist in de gelegenheid om de nieuwkomers in de selectie te leren kennen. En om rustig te spreken met ploegleiding en de renners. En je kunt ze interviewen. Ja. Ja, zeker. En je kunt ze ook vanaf een afstandje een beetje observeren. Om te kijken wat de dynamiek in de ploeg is. Hoe gaan ze met elkaar om? Wie is de captain? Wat ik zelf erg belangrijk vind, je kunt ze in actie zien tijdens een training. Kijken wie er al goed is, hoe ze trainen, wie met elkaar een beetje battelen. En al die informatie en observaties, die gebruiken we dan het hele jaar in onze artikel op Wielerflits. Het resultaat van dit kamp, dat lees je de komende weken. En dat zie je ook de komende weken bij ons op Wielerflits.